Ik zit hier bij Alexander Rinoj Kam. En de, de aanleiding is het boek Bordjes Duiken. Waarin hij zijn uh, levensloop en zijn. Uh zijn verblijf in de verschillende instituties beschrijft. Maar eigenlijk ook omdat ik het ontzettend leuk vind om met hem te praten over alle verschillende werelden. waar deze econometrist en uh, mathematicus zeg maar, in uh, beland is geraakt. Alexander, nou dankjewel dat je dit boek even op hebt gehouden. Ja. Hoe komt een econometrist en een wiskundige. überhaupt gewoon uh, zeg maar, in al die verschillende werelden terecht? Is dat toeval of is dat beleid? Of uh, hoe, hoe zit jij daarin? Het eerlijke antwoord is: toeval. Want uh, mijn leven is gedicteerd door een paar toevalligheden. En de meest markante daarvan is dat ik een baan kon krijgen in de zuivere wiskunde. in Leiden, uh, waar ik afstudeerde op 28 januari 1972. Het handels, uh, de handelsreiziger. Dat was nog lang daarvoor. Dat was nog lang daarvoor. Dus het was echt zuivere wiskunde, algebraische meetkunde voor de liefhebbers. En uh, de formulieren werden ingestuurd op 29 januari 1972. En op 30 januari. 1972, kwam het ministerie van OCW met een totale personeelstof voor alle Nederlandse universiteiten met terugwerkende kracht van één week. Dus veel meer pech kun je toch niet hebben. Uh, dus een week eerder afstuderen, geen probleem. Een week later ook niet. Dan never spoil a good crisis. Ja, Wat gebeurde er? Nou ja, toen dacht ik, dit moet een vingerwijzing van een hoger wezen zijn. Dus toen ben ik toch weggegaan uit de zuivere wiskunde en beland in de toegepaste wiskunde en daar met veel plezier gepromoveerd. Maar dat is toch een andere wereld met een ander perspectief. Ik werd benoemd in Rotterdam en ik was uh, een paar jaar later, was ik rector van de universiteit. En dat was eigenlijk allemaal ongepland, verrassend, ook wel een beetje riskant, maar achteraf gezien toch een buitenkans. Ja. Ja, daar zat ik dus ook in de Erasmus-universiteit. Uh, zeg maar. Ik zat dan bij bedrijfskunde met uh, van Nunen, van operationele. Ook jouw vak, uh, zeg Amerika. maar. Mooie, mooie mensen. Rotterdam was een, uh, was een prima universiteit. Maar je hebt op een gegeven moment de overgang gemaakt. Dus niet alleen maar van wiskunde, maar op een gegeven moment ook naar bestuurder. Waar ja. kwam dat uit? Uh, van wat is dat voor toevalligheid waarom je daar in beland bent? Nou, dat is eigenlijk nog lastiger te duiden, want dat was na die periode als rector. Ik had een aantal lastige. Ik vind een rector al een bestuurder. Nou goed, hoe dat nou precies gegaan is, dat zou je eigenlijk anderen moeten vragen. Daar werd ik op enig moment voor gevraagd. En eigenlijk is het beste principe wat ik aan deze hele periode overhoud en wat ik graag deel met wie het horen wil, als je een buitenkans krijgt, niet zeuren, maar doen. Uh, heel veel mensen hebben de neiging om zich dan af te vragen, kan ik het wel? Of waarom komen ze in godsnaam bij mij? Of, Vooral vrouwen, die vrouwen, zijn helemaal... Vrouwen erger dan mannen, die zijn uh, in die zin overbescheiden. Uh, natuurlijk zijn er altijd hele goede redenen om je dat af te vragen. Maar je kunt ook denken, de mensen die het mij vragen, weten echt wel dat dit een buitenkans is en bijzonder is. Vertrouw maar even op hun goede oordeel. Waag de gok. En Nederland is een keurig land als alles mislukt. Dan kom je nooit verhongerend aan de kant van de weg. Dus spring in het diepe, zwem naar beste vermogen. En als het niet gaat, vissen ze je dan wel eruit. Hele goede raad. Gewoon pak die kans, ook al ben je gewoon zelf bang daarvoor. Maar rector van de universiteit, dan kom je echt helemaal in Nederland terecht. En het polderlandschap, je was met alle partijen bezig. Wat waren daar de grote uitdagingen en de grote lessen die je daar geleerd hebt? In Rotterdam, eigenlijk vooral uh, dat een universiteit uh, in een crisis. De het beste en het slechtste naar boven brengt. En het beste is toch de bereidheid samen te werken aan de bedreigde instellingen. Het slechtste is, vrees ik, dat dezelfde mensen die dat doen, diep in hun hart toch ook vooral juristen of bedrijfskundigen of bedrijfseconomen zijn. En zich dus ook tenminste even loyaal voelen aan die uh, professie waar ze deel van uitmaken. Ja. Dus, yeah. dus wat ik nogal vaak meemaakte toen. Was dat ik in Den Haag kwam om weer bij een Kamerlid te pleiten voor het lot van deze bijzondere instelling. En die van zijn kleine aantal studierichtingen nog een aantal kwijtrechten te raken. Echt een probleem. En dat ik dan van hen hoorde: ja, heel interessant, maar uw collega X en collega Y en collega Z zijn ook bij mij langs geweest. En hebben gezegd: die bezuinigingen op mijn vakgebied, die deugen in ieder geval niet. De rest is prima, maar. Wil mij met rust laten. Kijk, en dan ondermijn je natuurlijk ook wel heel erg het beeld van die instelling. en die eendrachtige instelling. En dat is in zo'n organisatie echt wel een probleem. Ja, en het maar, zijn natuurlijk ook allemaal ego's. Het zijn allemaal sterke persoonlijkheden. met sterke passies. die inderdaad ook in hun vakgebied een warm hart doordragen. Dat doen ze zeker. En, en ook allemaal met recht en reden. Dus het is helemaal geen onzin, maar het is erg lastig werken. Uh, maar wat ik ook heb geleerd is dat in Rotterdam. Het bedrijfsleven, waar uiteindelijk de Erasmus Universiteit uit voortkwam, voor in belangrijke mate. De NEH, de Nederlandse Economische Hogeschool, heette ooit de Handelshogeschool, werd opgericht door het Rotterdamse bedrijfsleven. Lang daarvoor, 1913, maar toch, er was nog iets van die verbondenheid. En die hebben heel erg geholpen. En uiteindelijk is het ook heel goed afgelopen. Ja, en, en een crisis, never spoil a good crisis. Hè? Dus wat je zelf hebt gedaan toen je die baan eh, niet kreeg. Maar ook zo'n universiteit in crisis, leidt dat uiteindelijk ook tot iets beters? Uiteindelijk hebben we aan deze crisis, want ze mag je het inderdaad wel noemen, een nieuwe studierichting overgehouden. Want het ministerie van uh, Onderwijs had wel door dat ze niet alleen wegkwamen met grote bezuinigingen. Dus ze bezuinigden iets meer dan nodig was. En van het verschil uh, maakten ze het mogelijk om een aantal nieuwe initiatieven te honoreren. En toen heeft Rotterdam de kunst- en cultuurwetenschap binnengehaald. En dat was voor het profiel van de universiteit echt een verrijking. Dus het is echt niet zo slecht gegaan, maar het was wel langs de rand. Ja. Bedrijfskunde was dat doen hoor de interfaculteit bedrijfskunde, was dat zeg maar uh, na jouw tijd? Dat was uh, daar heb ik gewerkt. En dat was dus zeker tijdens mijn tijd. En daar is weer iets anders van te leren. Namelijk dat je aan de ene kant met zo'n onderwijsidee in Nederland enorme kans hebt, want dat is een groot succes geworden. En ook in die zin echt een bedreiging van het primaat van de bedrijfseconomie. Iedereen ging bedrijfseconomie studeren. Heel veel van die studenten studeren nu bedrijfskunde. Mm -hmm. Dus allemaal positief. Wat ook leerzaam is, is dat iets anders niet gelukt is en dat het toch een poging om van bedrijfskunde een aparte wetenschap te maken. Mm. En het idee was toen, eh, bedrijfskunde, bedrijf is een ingewikkeld ding. Om dat goed te begrijpen heb je psychologen nodig en juristen en technologen en economen en sociologen en sociaalpsychologen. Dus laten die nou eens bij elkaar zitten en dat nieuwe vak inhoud geven met alles wat erbij hoort, eigen tijdschriften, eigen congressen. Eigen status, eigen benoemingen. Dat is niet gelukt. Ik heb dus gewoon op die interfaculteit bedrijfskunde gezeten. Geweldig. Met wiskundigen, met economen, met juristen, met Chinezen, met mensen die Chinees hadden gestudeerd. En ik had dan, ik had politologie gedaan. En het was heerlijk met al die verschillende mensen. Tweeënhalf jaar kopstudie. En dat is op een gegeven moment: dat was, dat was dan Delft, Leiden en uh, Erasmus, die er bij elkaar samenwerkten. En uiteindelijk is dat gewoon naar de Erasmus gegaan. En is het ook gewoon een normale studie geworden. Heel jammer. Nou ja, ja en nee. Want wat wel gebleven is, is natuurlijk het idee dat je al die vakken nodig hebt. De studenten krijgen die vakken ook, krijgen voor een deel die vakken ook nog wel geïntegreerd. Want het gaat over problemen waar die vakken bij komen kijken. Dus dat is eigenlijk helemaal niet mislukt. Integendeel, wat eigenlijk gewoon niet gelukt is, is het idee, er komt een nieuwe discipline. Uiteindelijk bleef iedereen toch hangen in zijn eigen vak. Ik ben zelf een goed voorbeeld. Ik vond het erg leuk, maar ik bleef toch uiteindelijk een wiskundige en werd ook benoemd op enig moment tot hoogleraar in dat vakgebied. Dus ja, een, ik vind het een interessante mislukking. Volgende stap, wat gebeurde daarna? Toen werd ik eigenlijk na een, een, tijdens een studieverlof in het buitenland eh, plotseling eh, opgebeld uit Nederland eh, over, over twee vacatures. Twee hele leuke en, en twee vrij bijzonder. de WRR, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, en VNO. Eh, en dat laatste was ook een volkomen verrassing, want daar had ik al helemaal niks te zoeken. Eh, Eerst vond ik eigenlijk ook wel heel leuk. Twee weken later, ook weer op één dag, werd ik opnieuw twee keer opgebeld. De WRR ging helaas niet door en VNO ging helaas ook niet door. Oh. Want er was een andere, die vonden ze net iets geschikter. Maar die deed precies niet wat ik net zojuist aanraadde. Die ging nadenken of je er wel geschikt voor was. En na twee weken kwam je tot het idee dat dat misschien toch niet zo was. Wie dus was dat toen? Dat ga ik niet vertellen. Maar die... Aan al die jaren! Nee, ah, okay. uh, maar die liet het lopen. Die liet het lopen. En uh, toen kreeg ik een herkansing. Nou, en ik hoefde dus niet lang na te denken. Ik ja. deed dat.